Het is 6:30 in de ochtend en ik moest vroeg opstaan omdat ik vandaag voor de eerste keer naar school moest gaan. Allee, sinds de nieuwe start van het schooljaar. Ik stond al gelijk in de file, yippie. Maar gelukkig was ik heel erg op tijd vertrokken en was ik dus veel te vroeg op school aangekomen. Na een hele uitleg kon ik eigenlijk al terug naar huis vertrekken. In onze tuin was echt een bom ontploft met allemaal spullen van papa. Ik had me helemaal klaargemaakt en ik moest wachten op mama omdat hij aan het telefoneren was. En ja, wij gingen samen weg, dus moest ik daar even op wachten. Maar gelukkig konden we uiteindelijk toch nog in de auto stappen en waren we naar de winkel gegaan. Ik had even een doosje aardbeien uitgekozen voor een video. En toen moest ik ook nog koeken zoeken, maar dat vind ik altijd een struggle. Cornflakes moest ik ook nog halen, maar dat was snel gekozen. En daarna alles in de auto krijgen. Gelukkig is het gelukt. En zo konden we weer op pad gaan met de auto en ik was even in de auto blijven zitten, maar het was mega warm, dus ik had die deur even open gedaan. Gelukkig was mama snel terug. En konden we weer naar huis gaan waar ik heel de auto moest leeghalen en Prinske die was al aan het wachten. Kindje was helemaal gelukkig. Al dit moest dus in de kasten gezet worden en ik had nieuwe latte macchiato cupjes. Die waren echt al een lange tijd op. Dit draaiding is echt leuk. Ook had ik nog een aparte video gemaakt waarin ik dit lekkere ding ging maken. Oké, bye!